Goedenavond, welkom op de Bosuil voor Antwerpen tegen de AA Gent. 3 dagen na de slag tegen Frankfurt. De ploeg van Priske moet nu toch al meteen weer aan de slag met de nodige ambitie. Want als Antwerpen wint vandaag, nu op dit moment, dan kunnen ze aan de leiding komen. Meteen ruimte, er staat ook een mannetje te wachten om hem af te maken. Fischer bijvoorbeeld, maar de bal gaat net niet goed. De paas nog onderschept. Dit is een goede paas hoor. Schitterende paas op de Poitre. Met links moet hij afmaken, hij maakt niet af. De Poitre, hij moet scoren zou ik zeggen. Weer de tweede kans voor. Houta, terugleggen en dan de safe. Goeie safe van Bolot op dat schot van Fischer. En dan de voorzet toch? Ja. Goeie voorzet. En dan de safe van Bolot. Samatta. Oh, de lat. Ja. Dat is wel de andere kant. Ja. En dan nu binnen. Oh. Vrij. Dat is straf. 1-0. Dat was heel straf. Dacht er dat het over was. Ja. Dat 1-0. Bolot hem zou wegwerken. Maar dat was niet het geval. We trekken. Oh, kijk. Lemaijs. Lalalalala. Brian Priske. Uitermate opgelucht. Een feest op de tribunes van de Bosuil. En binnen 3 weken, Frank, weet niemand meer wat er in die match gebeurd is. Gewoon 3 punten. Hoewel nog beter, maar dat komt. Vrij, de man die alweer scoorde. Goal nummer 12. Ik vind je wel een puntje. Ik heb het nog niet. Ik ben nummer 2. Encore à venir. J'espère.